woningschade door water, inbraak of brand aan de opstal wil elke bewoner graag snel laten herstellen. Maar schakel maar eens een herstelbedrijf of aannemer in die in staat is om de klus naar tevredenheid te klaren en die op korte termijn beschikbaar is. Dit los van alle vragen die hierbij komen kijken. Gelukkig biedt de afdeling U-Claim van Lenkeek hier een oplossing voor. Sandrina van der Zwet vertelt ons meer. Een schadecoördinator coördineert het schadeherstel in natura. Die zorgt ervoor dat de schade op locatie zo snel mogelijk hersteld wordt en ontzorgt daarmee de klant. Zodra schade gemeld wordt, wordt een aannemer ingeschakeld. Die neemt binnen 48 werkuren contact op met de bewoner voor het maken van een afspraak. De aannemer komt op locatie, kijkt inderdaad naar wat de oorzaak van de schade is en wat de gevolgschade is en maakt daarvan duidelijke foto's. De offerte met foto's wordt naar de schadecoördinator gestuurd en die kijkt of de kosten marktconform zijn en of er dekking is voor de schade. Indien er dekking is voor de schade, wordt de herstelopdracht verstrekt aan de aannemer en die neemt contact op met de bewoner voor het maken van afspraak voor herstel van de schade. Er wordt gewerkt in een portaal. Daarin kunnen de schadecoördinator, de opdrachtgevers en de aannemers, die werken allemaal in hetzelfde portaal samen, waardoor de afwikkeling soepel verloopt. De offerte wordt ook in het portaal aangeboden door de ingeschakelde hersteller. De schadecoördinator kijkt of de prijzen marktconform zijn en via datzelfde portaal kan er ook gewoon dekking opgevraagd worden bij de opdrachtgever en wordt ook de factuur zodra de schade hersteld is aangeboden, zodat alles duidelijk is voor iedereen op één plek zichtbaar. Waarom ik denk dat er steeds meer mensen gebruik gaan maken van herstel in natura, omdat zeker in de huidige tijd waar we nu in leven, het heel lastig is om een aannemer te vinden die heel snel op locatie schade kan oplossen. Daarom is dit product juist zo goed, zodat mensen zo snel mogelijk ontzorgd worden en weer verder kunnen met hun drukke dagelijkse werkzaamheden.